Een lichte balayage. Nou, ik ben dus even een ontbijtje aan het maken. En dit schattenpatatje wilde ik even naar buiten doen. Ja, soms dan laten we hem niet uit. Dan doen we hem gewoon in de tuin. En zo wilde ik dat nu ook doen, maar... Ja, het regent. Wat zielig. Hoe moet het nou? Hij zit nou al helemaal te bibberen. Hoe moet het nou? Hij haat de regen. Oh nee, nu gaat het nog harder. Ach, gossie. Nee, dit is echt zielig. Om hem zo naar buiten te doen. Oh jongens, dit weer. Hier wil je toch gewoon lekker op de bank ploffen en niks meer doen. Films kijken. Geen administratie doen. Nee, eigenlijk is het perfect weer om administratie te doen. Dat ga ik ook echt doen. Maar ik weet even niet wat ik met jou aan moet. Het probleem met Dexie is, hij heeft echt een hele kleine blaas. Hij moet heel vaak per dag heel even naar buiten. En in de ochtend, dan is het zo erg. Als je dat niet meteen naar buiten doet en optilt. Je laat hem op de grond, dan begint het al te lopen. Dan moet hij gewoon echt heel nodig. Oh, we hadden het beter net kunnen doen. Nu gaat het harder. Het gaat echt keihard. En Bart is op dit moment gewoon een vriend aan het helpen. Om zijn tuin te doen. Die staat nu gewoon in een tuin. Zo, nou, BTW-aangifte is gedaan. Administratie viel uiteindelijk allemaal wel weer mee. Meestal is het zo, als je er eenmaal even doorheen bent, dan is het eigenlijk gewoon... In een uurtje alweer helemaal af. Ik heb trouwens iets ontvangen van iemand. En ik heb geen idee wat het is. Ik ga het nu openmaken. Wat lief. Ben benieuwd. Ik moet even de camera neerzetten. Lieve Disna, hier ben je een klein presentje van een van je trouwe kijksters. Hopelijk vinden jullie ze leuk. Ik dacht, leuk voor de nieuwe magneetmuur. Lieve groetjes Marion. Leuk. Ah, oh, wat schattig. Superleuk die magneetjes. Zo, volgende stop. Ik ben nu bij de kappersgroothandel. Ik ga namelijk daar iets kopen om mijn haar assiger te krijgen. Grauwer. Ik wil mijn haar een beetje tegen het grijze aan. Ga jij haar grijs doen? Ja. Ga je haar grijs maken? Nou ja, niet echt grijs. Het is, je moet de grijze kopen, maar het wordt niet echt grijs. Het wordt meer een beetje assig. Het heet, mijn kapster die heeft even, Kirsten, die heeft even aan mij doorgegeven. Het is van Directions. Je kan beter zilver nemen en niet schrikken van de kleur. Als het erin zit, ben je echt blauw. Eén potje is genoeg met handschoenen aanbrengen. Anders zijn je handen ook blauw. 20 minuten laten intrekken op handdoek droog haar. Dus, dat ga ik even halen nu. Zo, nou, ik heb het. Dit is het dus. Het ziet er echt mega blauw uit. Dus, ja. Ik denk alleen dat ik dit pas ga doen wanneer ik geen vluchten meer heb. Dus wanneer de vakantie voor mij begint. Ik heb zondag nog een vlucht. En dinsdag nog een vlucht. Dus als ik het ga doen, doe ik het daarna. Na dinsdag. Dus, I will show you of het gaat werken. Het, hè? Ik ga niet in. Nee, maar jouw haar gaan we straks met ander spul doen. Dat gaan we met Colorista doen. Deze humus is echt mooi. Mooi. Mmm. Nou, we gaan Jolen de haar vermen. Resultaat. Ik vind het echt super mooi geworden. Jola die vindt het zelf nog een beetje te weinig. Maar ja, om gewoon te proberen hoe lang het duurt voordat het eruit gaat, vind ik het echt heel mooi. Het staat echt heel mooi een beetje er doorheen. Een lichte balayage. Die Jola die is zo blij met haar, hè joh? Ja. En de slijm en de haar, alles blauw. What? Zo, Bart heeft even wat tegels getild vandaag. En het zand hebben jullie ook gestort? Het waren twee kubieke meter zand. 2 keer 1500 of 2000 kilo.
Nice. Nachos. En dit is Irene. Lekker broodje. Ja. Vertel eens hoe oud je bent geworden. 40. Oh, even een burgertje. Een burgertje. Een burgertje. En die van jou is nog iets bescheidener. Wel één keer in je mond, in één keer in je mond, hè? Die vraag wordt overgeslagen, Kevin. Dit is Kevin van Custom Dreams. Zo, echt super lekker gegeten bij Brassa. Helemaal vol. Ik heb een afterdinner nip. Niet normaal. En leuk om mijn vriendin weer even te spreken. En daarna zijn we nog heel eventjes naar haar man gegaan. Die was ergens anders aan het eten. Dat is bij de stallen. Ook super leuk trouwens. En daar hebben we nog even een drankje gedaan. En nu ben ik weer thuis. Lekker naar mijn schatje toe. Want die heb ik nog bijna helemaal niet gezien vandaag. Hey Dexapex. Dexie. Hoi. Oh ja, en nog heel even kort vertel ik jullie meteen eventjes wat de video van zondag gaat worden. Want zoals jullie misschien wel weten, komt er meestal op zondag een extra video online. Deze zondag moet ik vliegen en dat is weer midden in de nacht. Maar goed, dan weten jullie dus dat er die dag gewoon weer een vliegvlog komt. Doei!